eigenlijk aan mijn kijkers wou ik iets vertellen. Want Justin is natuurlijk weer goed op weg met voetbal. Ja. Maar goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video van mij. Ik ben even bezig met een broodje maken. Want ik ga zo meteen naar Laren. Want dan gaan we poppetjes eten met, ik weet niet precies met wie allemaal, maar... Oh wacht, hoe zijn mijn handen dat? Sowieso Quincy en Shayna. En ik geloof dat Just ook meegaat. Maar ik kan het niet ontbeten, dus ik ben even een broodje aan het maken. Oh, zo. Trouwens een tip, als je je brood in de oven doet en wil een beetje krokant, moet je er een beetje water over doen. Dan wordt hij krokant. Ja, dat ga ik dus doen. Dan ga ik mijn tas even inpakken, want ik slaap in Laren. Want ik moet morgen mijn paspoort doen. Want die ben ik natuurlijk weer kwijt. En ik ga normaal nog op vakantie. En zonder mijn paspoort heb ik niet vakantie. Dus dat ga ik ook doen. Dus ik slaap in Laren. En dan, ja. Ga ik daar lekker even chillen. We zien het wel. Maar eerst even lekker een broodje eten. My ontbijt, een broodje hagelslag en een kopje thee. Want ik heb geen tijd om te drinken. Want Queen komt me nu ophalen. Ik ben klaar om te gaan. Ik doe even alle deuren dicht, want ik slaap hier niet. Dus alles is oké. Okay. Raam is half open, vogels hebben eten. Ik ben helemaal klaar. En ik loop even naar het Heineken gewoon. Daar meet ik met Quinn. En dan ga ik naar Laren. Hallo jongens, ik ben in Laren en ik ben net met Quinn meegereden. En ik heb net even snel mijn tanden weer gepoetst, want ik had taart gegeten. Dus ja, toen heb ik ze weer even gepoetst. En nu ga ik naar de poffertjes gaan met de hele familie. Dus let's go. YouTube-channel. Ik heb echt heel weinig gefilmd. Eén shot, om precies te zijn. Ik heb net even lekker poffertjes gegeten met de hele familie. En ik ga nu naar Shane's voetbal. Ik ben aan het rijden, dus ik mag eigenlijk niet vloggen, sorry. Maar ik moet even pasfoto's maken snel, zodat ik even alleen in mijn auto zit. Dus ik rij even snel daar naartoe. En dan als ik die foto heb gemaakt, rijd ik naar Shane's voetbal. Waar ook al mijn broertjes zijn. Dus ja, let's go. Even serieus jongens, waarom zijn pasfoto's altijd zo lelijk? Waarom? Waarom? Vertel het me! Ik ga nu snel naar de voetbaltruckclub. Want Shane moet er dus gaan spelen. Dus ik ga heel snel rijden. Ik mag niet filmen thuis rijden, dus ik doe nu uit. Ik ben met Shayna. En Shayna gaat ook mee naar Curaçao. Gezellig. En ik heb haar ook verteld dat ik bang ben om te vliegen, maar... Ik ook. Shayna ook, dus dat komt echt goed uit. En ja, meer kan ik eigenlijk niet vertellen. Dat is allemaal nog een verrassing. Ja, we gaan superleuke video's maken. Is het niet een beetje te grote groep? Oh, nee. Mama maakt zich zorgen over of we terug op deur zijn. Maar Ruben is hier met Jamie en de achterloop Quinna, Jussa en we moeten daarheen. Dus we gaan daarheen en dan ga ik wat leuke shotjes voor jullie maken. Jussa moet fluiten, dames en heren. Fluiten! Vloggen? Ja, kom maar. Deze gaat erin, let op. Ja, ga maar. Want ik wou Just vertellen. Eigenlijk aan mijn kijkers wou ik iets vertellen. Want Justin is natuurlijk weer goed op weg met voetbal. Ja. Maar hij stopt ermee. Ja. Hij wordt scheidrechter. Ja. Je hebt het gezien. Hij wordt scheid. Ik vind het veel leuker dan voetbal. Leuker, hè? Zeker. Nee, je hebt je best gedaan. Ja. Maar... Ging het aan. Shayna viel! Oh, dat is zielig. Maar goed, ja, we gaan snel door. Je hebt het troep gedaan. Ja, zeker. Lekker bezig. Maar ik stop met voetbal, ik heb gezegd. Ja, we gaan over een scheids. Sorry hoor. En dan word ik de bidon dragen. Ja. En als je dorst hebt, dan gooi ik het naar je toe. Ja, zeker weten. Peace. Ja. Fijn, dan wil ik mijn straat in. Is de avondvierdaagse. Ruud, wat doen we dan? Lopen, meelopen. Shane, we lopen. Zo jongens, ik ben weer lekker thuis en het was echt super gezellig het middagje weer. Ik vind het altijd echt super leuk om met mijn familie leuke dingen te doen. Ja, zoals je zag, in een flits heb ik dit shirtje even laten tekenen voor, door iedereen. Deze video hebben jullie al gezien, maar zo. Maar bij de 10.000 abonnees ga ik hem dus weggeven. En het enige wat je dus ervoor moet doen is even de video delen, abonneren en dan even een reactie plaatsen dat jij dat hebt gedaan. En dan bij de 10.000 geef ik hem weg, dus dat is super leuk. Het is trouwens een nieuwe trainingsshirt van Ajax.
Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En een blauw duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie morgen bij een gloednieuwe video. Doei doei!